Wij focussen ons momenteel eigenlijk op het moment van geboorte en kijken of we dat kunnen weten. In deze aflevering spreek ik met dokter Philip de Koning. Hij is gynaecoloog en houdt zich bezig met problemen die zich voordoen rondom de geboorte. In het Erasmus MC zijn een aantal studies die het proces rondom de geboorte zo soepel mogelijk laten verlopen. En hij gaat ons hier meer over vertellen. Maar wat zijn precies de speerpunten waarbinnen jij je bezighoudt in het SOFIA? Als kinderen hun longen niet normaal ontwikkeld zijn of nog niet voldoende rijp zijn, dan is die longen dus het probleem dat het meest dringende is na de geboorte. En er zijn een aantal manieren om ervoor te zorgen dat die longen eigenlijk al beter ontwikkeld zijn voor de geboorte. Dat heet dan foetale therapie. En vaak kunnen we die kinderen na de geboorte, en daarom bevallen ze ook in het SOFIA, dus ondersteuning krijgen met beademing, met vocht, met eventuele operatie. En waar ik me vooral op focus is op het moment van geboorte. Dus eigenlijk het moment dat je de navelstreng doorknipt. Wat voor de meeste mensen een zeer heugelijk moment is. Maar wij denken eigenlijk dat de timing van dat moment eigenlijk best belangrijk is. En als je dat te vroeg doet, denken wij dat de babytjes met een hernia diaphragmatica daar misschien een nadeel van hebben. Dus wat we nu bedacht hebben, en dat is samen met een aantal internationale partners en ook nationale partners. Stel nu dat we de opvang van die kindjes, dus de beademing en dat soort dingen, al doen. Terwijl dat het kindje nog aan de navelstreng zit. En zo het kindje de tijd geven om aan te passen aan die omgeving buiten de baarmoeder. En mogelijk dan die overgang wat stabieler en wat rustiger laten verlopen. En we hopen dat dat dan op lange termijn die kinderen een betere uitkomst geeft. De groepen waar ik me dan vooral in interesseer zijn kinderen ofwel die te vroeg geboren worden. Ofwel kinderen met een aangeboren afwijking. En dan specifiek de kinderen met een gat in het middenrif. Het middenrif is een spier en die gebruiken wij om te ademen. Maar terwijl dat je nog een baby bent of een foetus in de buik, zorgt hij er al vooral voor dat de organen die in de buik zitten niet verplaatsen naar de borstkas. En als daar dus een gat in zit, zie je vaak dat de maag en de darmen en soms ook een stukje van de lever, meestal aan de linkerkant, in de borstkas zitten. En dat beïnvloedt de longontwikkeling. Ja. Dus het gat is zeker een probleem. Kunnen we sluiten na de geboorte. Maar het is vooral die ontwikkeling van de longen dat de acute problemen na de geboorte geeft. Ja. Wat hoop je uiteindelijk in de toekomst te bereiken? Ja, in een ideale wereld. En dan heb ik het nu over kinderen met bijvoorbeeld een gat in het middenrif. Maar dat is eigenlijk over het algemeen wil ik dat kinderen met een aangeboren afwijking de behandeling eigenlijk al voor de geboorte gebeurt. Dat we het moment van geboorte zo optimaal mogelijk maken. En dat we de zorg na de geboorte blijven innoveren. En zo dan tot een soort continuum van zorg te geven dat over de verschillende disciplines loopt.